Ja, natuurlijk, Fischie hier weer. En vandaag gaan we verder met Black Ops 1 Road to Commander. Ik had het al gisteren aangegeven in de fit. Gevraagd van hoe en wat. Ik ben eruit gekomen dat ongeveer gelijk is geëindigd, zeg maar, Black Ops 1 en W3, de keuze van mijn Road to Commander. Dus wat ik voor mezelf heb bedacht is gewoon, ik ga gewoon eerst deze doen en dan de W3 Road to Commander. En ik doe deze als eerste, omdat Black Ops 1 eigenlijk nog niet geüpload wordt weer op mijn kanaal. En ik wil natuurlijk zoveel mogelijk variatie houden op mijn kanaal. Dat is gewoon het leukste ook om naar te kijken. Gaan even kijken hoe ver we zijn, want ik heb natuurlijk... Dit is deel nummer 49, ik had net even gekeken. Deel nummer 49. En we gaan even kijken hoe ver we zijn eigenlijk. Nou, we zijn op ieder geval level 38. Dat gaat tot level 50. Dus, dan denk je dan, nou, we zijn er bijna, maar we zijn er nog niet helemaal bijna. We zijn echt op de helft of zo. Weet ik ongeveer. Ik denk dat we op de helft zijn. Nou, killstreaks zijn ingesteld. Hierop. Napalm, Blackbird, Chopper Gunner. Mijn stats tot nu toe. 1.77 ratio. Dat is best wel nice. En verder ga ik even kijken of ik misschien nog de contractjes erbij kan. Ja, dat heb ik ook helemaal niet nodig, joh. Ik ga het een beetje... Ik kan het wel instellen, maar... Ja, ik kan het wel instellen trouwens. Waarom ook niet? Niet dat het heel veel uitmaakt. Nou, wat is het? Ik heb 10 kills. Het is zelfs helemaal... Oh, finish. Een team deathmatch. Oh, laat maar. Search and destroy. Nee, laat maar. Ik kan nog eens instellen. Oh, en die hebben we ook nog headshots open. En die 7 kills als al rij van. Dat is mooi. We gaan gewoon lekker spelen. Ik ga trouwens Ground War spelen. En ik speel trouwens met AK-47 ga ik spelen. En ik wil geen crack spelen. Dus ik wil natuurlijk gewoon launch spelen. En ik hoop dat ze gaan voten op launch. Want dat zou wel fijn zijn. Anders wordt het cracked. Maar dat maakt niet uit. Ook dat gaan we doen gewoon. Maakt allemaal niet uit, weet je. Dan een keertje Team Deathmatch, ja toch? Boeien. Vinden jullie het leuk? Laat alsjeblieft dan gewoon een duimpje achter natuurlijk. En dan upload ik zo snel mogelijk weer een nieuwe. Ik ben het een beetje zo in mijn... Ja, ik heb wel een beetje systeem, zeg maar, over bepaalde dingen. Die upload ik op bepaalde dagen en zo. Nou, dit is een vrijdag, vind ik het leuk voor. Maar eventueel bijvoorbeeld een dinsdag erbij, dat zou ook goed zijn. Dus dan 2 keer per week of zo, dat vind ik al meer dan genoeg eigenlijk. Ik heb natuurlijk ook natuurlijk de Road to All Care Package. Scorestreaks in One Prestige op Black Ops 2. Dus ik heb eigenlijk al genoeg daarmee, met dat soort fits natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk om te doen, gewoon voor de afwisseling gewoon Black Ops 1. Simpel is het eigenlijk. We gaan gewoon beginnen. Nou, crack it. Zelf vind ik het niet een hele leuke map, maar we gaan gewoon lekker spelen. Het maakt ook allemaal niet uit. Ja toch. Het gaat om het levelen. Het gaat om de fun. Ja toch. Nou. Wel gewoon echt. Want daar moet ik echt mee spelen. Gewoon de AK-47 natuurlijk. Want dat is gewoon een beest van een wapen natuurlijk. Nou. We gaan even kijken. Ik moet even mijn kabeltje goed leggen trouwens van mijn headset. Er wordt nog steeds gevraagd welke headset ik heb. Ik heb trouwens PS22 Turtle Beats headset. Yo. We gaan altijd een beetje buitenom. Hier zit niemand. Hier zit er eentje. Oh, dat is lekker. En dat was niet slim als je de statistieken gaat bekijken. Maar ik zat even te kijken naar de connecties. Want het voelt een beetje trillerig aan. En dat klopt ook wel. Dat is mijn eigen fout, hè. Ja, dat is niet zo slim, Chris. Als je gaat backbutton drukken voor je statistieken. Wat boeit... Oh. Dat maakt niet uit. Zit hij hier niet? Er zit wel iemand daar. Dat is een dooskopje. Even kijken, hoor. Wel buitenom blijven, Chris. Zo. Zo. 4 kills hebben we trouwens een...
Hebben we alweer een ding erbij? Waar zit hij? Daar zit hij te campen. Ja, ik heb geen ghost natuurlijk. Voor de UV's. Ik had beter laag sticks kunnen instellen eventjes toen ik UV dit ging spelen. Team Deathmatch, maar dat maakt niet uit. Ik weet trouwens niet hoe lang die UV in de lucht hangt. Voor mij niet zo heel lang. Ja, die zal wel dood zijn. Oké, dat is handig. Beetje te traag gereageerd, Chris. Ja, ik had al een beetje damage. Dus dat kan gebeuren. 2 bar. Maar wel weer XP'tjes erbij. Even kijken. Ik vind de AK-47 echt zo'n wapen, jongen. Dit moet ook echt in de volgende Call of Duty gewoon weer terugkomen. Anders zijn ze echt debiel als ze dat niet doen. Zo. Kom maar. Ik zie niet. Oké. Even kijken, daar gaan we... Daar. Oh. En achter me. Jammer, jammer, jammer. Wel leuk, leuk klein schrikje. Ik krijg wel lekker veel XP trouwens erbij. En nog een killetje. Iemand die loopt door mijn napalm heen. Dat is hartstikke lekker. Jammer, want ik heb bijna Blackbird. En Blackbird, en dan heb ik nog maar 1 kill nodig voor mijn chopper gunner. Hallo. Hé? Huh? Oké. Okay. Die ook weg. Zo gaat hij goed, zo gaat hij lekker. Oh. Die radar klopt er niet helemaal. Nou. Ja. Dat heet dropshotten, jongen. We gaan even hier omheen. Daar loopt er eentje erboven. Daar loopt er ook één. Zet eens je claymore neer. Ja, dan kun je weinig ontwijken. Dat is gewoon weg hebben. Even kijken, we gaan hier overheen. Ja, ik raad toch altijd aan om een beetje in de Team Deathmatch wedstrijd... om eigenlijk normaal ook aan de buitenkant te lopen. Nou, nou loop ik natuurlijk gewoon dwars door die map heen. Maar het boeit mij eigenlijk helemaal geen reet. Maar normaal gesproken kun je beter aan de buitenkant lopen. Zo, wat een lek. Jezus. En ze hebben ook allemaal last hand. Dat is een hele slechte. Jezus. Oké. Ja. Blackbird. Ah, dat is zonde, hè. Maar even kijken. We gaan even hier. We gaan gewoon hier. Of zijkant zo. Ja. Een beetje zo. We gaan wel winnen, trouwens. Maar voor mij heeft er eentje flink lopen campen voor een... voor zijn streaks. Nog 5 killetjes en dan zijn we er al. Enemy dogs. Oh! Nou, nah, die zag ik niet liggen. Nou, nah, oké. Okay. Jongens, even die laatste kill, jongen. Even wachten hier. Ja. Die is gebeurd. Kijken waar die host trouwens vandaan komt, want dit is de host. En dan zie je dat we dus 2 bar hebben, dan komt hij waarschijnlijk uit Amerika. Mexico! Mexico! 20-9, nou niet zo heel slecht trouwens, voor zo'n kort potje. Het zijn er al 10 minuten, maar dat komt ook door de intro natuurlijk, maar het is een kort potje.
ik hoop dat jullie het leuk vonden. We gaan eventjes gewoon kijken naar het einde van die statistieken. Natuurlijk altijd leuk om te kijken. Even kijken. 2.22 ratio is natuurlijk not verkeerd. En we gaan er gewoon even uit. En we gaan even kijken. We gaan kijken. En mijn ratio ondertussen nog steeds 1.77. Maar is prima in orde. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog. Laat even achter met welke wapen ik volgende keer moet gaan spelen. Daar ga ik gewoon mee spelen. Dus dan is het gewoon jullie keuze. En probeer wel een beetje een leuk wapen. Niet alleen snipers natuurlijk, want ik doe al veel met de snipers. Maar laat even wat achter. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd, jongens. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.